Kijk hoe ik dat doe. Als een hertje. Wat een kut idee, ik zie het nu al. Oh, nou! Nou! Tje, knollers, en fijn dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Milan Knol en vandaag zit ik op de bank met Link en met Jeremy. Hey, what's up? Jeremy, welkom weer terug bij een nieuwe gang. We doen wel even Tje, Knol, Knol, Knoller, gang. Hey, we gaan weer wat leuks doen vandaag. Ja, ik heb er zoveel zin in. We reageren op de Discord, linkje staat hieronder. Meld je aan, is leuk. Komen dan alleen maar joggen die hetzelfde sturen. Ik weet nu al wat er gaat gebeuren. Deze video is super origineel. Wacht, kunnen wij eerst even laten zien hoeveel zin we hebben? Oké, ik begin maar. Ik ben niet jouw vriend. Laat het ook duidelijk zijn. Deze heeft hij sowieso gewoon gestolen van de subreddit. Want dit soort dingen die komen daar allemaal op. Hij is niet ons vriend. Wat vinden we ervan? Dan zit hij hier ook niet. We hebben hem eruit geknikkerd. Maar gaat hij spelen? Komen er allemaal koeien of niet? Volgens mij wel, ja. Ja, daar komen ze! Ik wist het, ze zijn zo nieuwsgierig. Ja. Jongens, er is ergens muziek. Ja. Gaan ze nou staan, gaan ze luisteren. Zo dichtbij. Dat is toch mooi. Oh nee, hij is klaar. Hij gaat toch niemand geeft ook applaus. Ze zeggen allemaal boe. Kijk, zie je zo'n applaus. Allemaal boe. Hey, we hebben maar één mic, dus je moet af en toe iets dichterbij. Nee joh, dat gaat wel goed joh. Jordi kan ook zeg maar de gain echt heel hoog zetten. Toch Jordi, toch? Hey, je kan ook horen. Nou, wat fijn voor de kijkers dit. Oh jongens, willen we kijken naar een top 10 voetbal celebrations? Nee. Oké. Tof dat jullie kijken naar deze video. Het stuurt ook gewoon waarschijnlijk een eigen video. Wat een joggen. Just Army? Origineel. Het zijn maar twee letters, hè? Maar het is elke keer wel leuk, die jochen vindt het vanzelf heel leuk. Ze moeten plezier hebben in het leven. Nee. Zon plus ijsje is lekker. Oh, dat was zo'n kut kanaal, jongen. Ja, dat was vreselijk. Sorry. Altijd met zo'n mooi weer wil ik altijd ijs. Wauw, wat de fuck dacht je? Ik ben gewoon kaal. Lekkere wijven. Wacht even, wat zei ik? Met zon wil ik altijd ijs, energiedrank, met lekkere wijven. Ja, what the fuck? Energiedrank, lekkere wijven en gamen. What the fuck? Wat een nerd. Waarom zou ik dat zeggen? Maar Milan, energiedrank is heel slecht voor je. Ja, ik ben daar ook zeker mee gevonden. Jongens, drink water. Ja. Ik vind ook goor hoe je dat ijsje zo in je mond houdt. Ja, nou en? Ik ben blij dat je toen nog niet kende. Heb ik altijd cornetto. Hoe oud was je hier? 12. Nee joh, shut the fuck up. Het ziet lekker uit, hè? Oké, dit was topkwaliteit klik maar weg. Hoeveel is dit bekeken? 15.000 keer. Kat als Vietnam flashback. Nou, een man wordt er in Jeremy al, hè? Dat hij naar voren moet. En wel een gebochelde rug. What the fuck? What the fuck? Ding is bezeten. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mooi. Hey, ken je Gijsje Radijsje nog? Ja, man. Hij heeft laatst een nieuwe video geüpload, hè? Even voor de duidelijkheid. Dit was echt een early Nederlandse YouTube-held. Oh, met zijn Pokémon. Met zijn Pokémon-video's. 3 dagen geleden, 2 weken geleden. Hij leeft weer. Ja, Pokémon 46 en Pokémon 47. Doe die stemmen. Vandaag zijn onze vriendjes bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hé, hey, waar ga jij op stemmen, Brok? Stem gewoon niet. Partij van de tandarts. Mm-hmm. Huh? Ja, ik heb kiespijn. Lol. Ik ga partij van de Pokémon stemmen. Niemand vroeg jou wat, Misty. Oh mijn god. Wat? Het is de uil van Minerva. Meneer Baudet op de bovenkant. Pure oikofobie. Vandaag is Forum voor Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de ena grootste partij van Nederland geworden. De kleinste! Hey, waarom doe je dat nou?
Nou, gewoon. Ik heb Pokémon vangen. Ja. Ja. Ik heb hier zo hard op gehoord vroeger. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Er was één zo'n video, Ash was jarig. Oh nee, wel laten zien. Ik kan me niet herinneren. Ik ging hem laatst kijken, maar ik vond hem eigenlijk helemaal niet leuk. Inky, pinky, rood en blauw. Inky, pinky, blauw. God. Jammer weer. Moet je kijken, joh. 1.1 miljoen. Wow. Voor een 2009, dat is echt heel sick. Dat is fucking sick. Dat is echt sick voor die tijd. Hey Ash, gefeliciteerd vlaams de Pokémon. Brock, give me a break. Ha, wij zijn Team Rocket. Mon in je pocket. Meowth kan praten, maar dat had je zelf ook al in de gaten. Godverdomme, Brock. Ik word hier nou zo moe van, hè. Denk aan de fans. Fans! Fans! Van die 13-jarige Peggy zeker! Dan gaan we lekker op school tegen je vriendjes lekker van die Pokémon nadoen! Hoi, ik ben Ash! Hoi, ik ben Brock! Hoi, ik ben dit! Hoi, ik ben Misty! Ik heb geloofd! Lekker droog commenten! Lekker 5 sterren geven! En dan was 5 sterren? Ja, dat was toen ook nog YouTube met 5 sterren. Maar dit was vroeger inderdaad wel echt entertainment. Ja. Dit was meer kwaliteit dan sommige YouTubers nu gewoon hebben. Eerlijk. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat Kut met KUD nu wel de vervanger is van Gijsje Relijsje. Ja, maar Kut was toen ook al bezig, toch? Ja. Ja, klopt, ja, ja. Oh, yeah! Is voor de selfie. Oké, okay. Did you say, hey! Hey. All right, thank you. Books. Ik hou helemaal niet van dit soort filmpjes, dat mensen expres awkward doen. Ik moet even nieuws. Wil je kopen? Ja. Ja, ik had net niet. Oké, stop maar. Even staan, dan heb ik niks. Nee, is kut. Heb je de diss track over Enzo Knol al gezien? Oh, wow, nee. Hij zit in een boom. Zijn. Hey Enzo, kijk eens nog eens een keer op YouTube en toen schrijf ik het oude liedje over die berg. En als ik hier even naar die track kijk, zeg ik je, maar waar is dat liedje? Die auto's, dat betekent dat je 70 knuffel hebt. Ik versta het. Ik heb er nog geen woord van verstaan. Is je al begonnen? Je zegt alleen maar kloppen, maar kan je ook iets anders zeggen? Ik word er helemaal gek van. Dat heb ik verstaan. Ik denk dat je stoer bent met 2,1 miljoen abonnees. Maar ik ben je niet. Ik kan niet eens dissen omdat je te dom bent. Wat? En nu zit met die pak van je. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. What the fuck? Hij loopt met een mes achter zijn hond aan. Ja. Hij wil hem gewoon afsteken. Hard beest. Wat een gek. Voor je pas snijdt video's maar. Je moet voor zijn leven. Ja, doe niet zo gek. Waarom? Omdat je nu bent. Ja, dit was echt heel kut. Ouwe. Dit was echt heel kut. En zo kan niet zomaar mij trekken, joh. Jij moet dan niet je mic zetten. Ja, maar beter. Oh, Marije Helkenwege, stop. Oh, dit is wel fijn. Nee, is niet leuk. Nee? Elke week geef ik jullie advies aan de hand van een actualiteit. Maar waarom heeft zij het beeld niet gestabiliseerd? Nee, dat is haar hoofd. Tip 4. Slechte adem. Druk een schijfje komkommer. 30 seconden tegen gehemelte. En de slechte adem is als sneeuw voor de zon verdwenen. Tip 2. Een beslagen spiegel kan heel irritant zijn op de badkamer. Neem een schijfje komkommer, ga ermee over de spiegel en hij is helemaal helder en lekker strak. Kijk hoe ik dat doe. Als een hertje. Wanneer je geen tijd hebt voor een gezichtsmassage, voor een spa, voor een andere heerlijke relaxende behandeling, kijk, kun je ook een komkommer. Ja, ik geloof het niet. Oh, nee! Waarom moet ik dat hier? Ik ben nu wel benieuwd. Nee! Voor een andere heerlijke relaxende behandeling, nee, niet op die manier, dat bedoel ik niet. Ik bedoel een komkommer in een ketel met kokend water. Wat dan? Ze maakt een seksueel grapje. Ja. Ze zegt dus een komkommer moet je op je spiegel doen. Dan is je weer helemaal schoon. Ja. Waarom gaan we dat niet even proberen? Want ik heb een spiegel. Maak hem maar een beetje vies. Ik heb ook een komkommer. Nee, het gaat om beslagen. Nee, je moet je... We moesten als een hechtje. Oké, ik heb hier een heel scherp mes. En ik heb hier komkommer. Hij is beslagen nu, hè? Ja. Ja. Hallo, Brein. Wat een kut idee, ik zie het nu al. Dat is toch goor? Of niet? Weet je wat ik nu eigenlijk heb gedaan? Ik heb gewoon komkommer op je spiegel gesmeerd. Dus kijk nou hoe die eruit ziet. Ja, dat werkt voor geen meter. Nou, hij ziet er heel smerig uit. Over dat hertje.
Oh, nou. Nou. Nee, dat werkt toch niet? Gast, kijk uit. Kijk nou uit. Laat weten in de reacties wat het is. Een komkommer is een groente of een fruit. Milk Timelapse. Nou, moet wel een leuk filmpje zijn, toch? Hij is en Jer Army en Knoller Game. Als wij samen kinderen hebben, dan is dit het. Maar dit gebeurt als je melk laat staan. Shit, komkommer, hoe krijg je er niet meer uit? En Milan, wil je ook een testje doen? Wat er gebeurt als je 21 dagen hier komkommer Nee, maar het wordt na 22 dagen wel weer wit. Dus dan kan je dit drinken. Oh, het gaat nu bubbelen. Oh, het leeft weer. 52 dagen. Nu gaat er dingen in leven. Hebben we ook weer wat geleerd? Ook weer wat geleerd. Ik vind het alweer goed zo. Dankjewel voor het kijken. Ik geef de komkommer al opruimen. Ja, maar gaan wij de video afsluiten, ja? Twee filmpjes naast ons, daar kan je op klikken. En daar. Voor de rest heb je eigenlijk hier niks te zoeken. Dus klik daar maar gewoon op, like de video. En laat even op ons hoofd achter, en dan kan je op ons hoofd klikken. Weet ik veel, je kan altijd ergens klikken. Hey, bijna de miljoen. Komkommers zo, jongens. Eet smakelijk, hè?